En de COVID-19-curve zal een stijgende trend vertonen in de komende 2 weken. Woorden van de arts tevens parlementariër Diew Sharman. Hij zegt dit op basis van de epidemiologische karakteristieken van de COVID-19-epidemie. Sharman zegt dat veel zal afhangen van hoe de samenleving omgaat met de getroffen maatregelen. Heel veel hangt natuurlijk ook af van die samenleving, hoe ze zich zullen houden aan alle maatregelen van lockdown, et cetera. Maar omdat ik eerder ook al aangaf, het lijkt alsof we nog clusters van besmettingen hebben, nog geen, weet je wel, ongebreidelde community spreading hebben, denk ik dat het binnen een paar weken toch goed controlable zal zijn. En die inzichten worden ook gedeeld door andere artsen en specialisten die zeggen van het lijkt erop dat wij dit gaan kunnen containen en dat het ongebreidelde infectie niet meer zal plaatsvinden. Maar nogmaals, dat is misschien nu even een klein beetje koffiedik kijken. Mm-hmm. We hopen dat het niet uit de hand loopt, maar je moet je ook voorbereiden op die situatie waarbij het inderdaad ook uit de hand is gelopen. En daarom is het belangrijk dat we allemaal meewerken met alle maatregelen. Maar als samenleving, maar ook als overheid, moeten we eventueel ook ons voorbereiden op het meest ergste. Sharman vindt dat de samenleving zich vrij goed houdt aan de maatregelen. Hij zegt dat als het zo voortgaat, de epidemie over niet al te lange tijd onder controle zal zijn. Alhoewel het lijkt alsof COVID-19 een simpel griepje is, omdat veel mensen milde klachten krijgen, wil ik toch wel aangeven, neem het heel erg serieus. Omdat er altijd een groep mensen is die ernstig ziek kunnen worden en zelfs kunnen doodgaan. Zeker in acht nemende dat heel veel mensen in Suriname een chronische ziekte hebben. Dus eigenlijk eerder slachtoffer kunnen worden, ernstig slachtoffer kunnen worden van deze ziekte. Voor de rest wil ik de samenleving oproepen om je zoveel als mogelijk te houden aan alle preventiemaatregelen, maar ook maatregelen van lockdown. Het is misschien onprettig, maar het is niet lastig bedoeld. Het is alleen bedoeld voor ons allemaal dat we er heel snel uit deze epidemie-situatie geraken en dat we allemaal straks elkaar een schouderklopje kunnen geven van jongens, het is gebeurd, het is weer achter de rug. We hebben ook die tweede golf kunnen overwinnen. En ik denk dat dat een collectieve verantwoordelijkheid is van ons allemaal, van elke burger, om ervoor toe te zien dat we inderdaad met z'n allen gaan samenwerken en zeggen van jongens, COVID no demoro in Suriname. Aldus Diew Sharman, arts, tevens DNA-lid. En hij sprak vandaag in het programma ATV COVID-19 Update.